Dames en heren, in verband met ziekte is dokter Cinco deze week afwezig. Daardoor zal er geen aflevering zijn. Geprankt, ik ben er wel. Goedemorgen jongens, het is weer tijd voor 5 lessen. Deze week, hoe haal ik een goede prank uit? Wil jij net zo grappig worden als Arma was right to Sam Pepper? Jij bent aan het juiste adres, want toevallig ben ik een expert in pranks. Ook wel een prankspare. Lachen. Les uno. Begin simpel, laat iemand schrikken. Ah! Jongens, goed opletten, kan je een hoop van leren. Doe dit wel thuis, kinderen. Weet je ook dat ik een octopus ben? Hoi, oh! Ik ben een octopus, kijk, een octopus. Les dos. Leer om steeds groter te denken en steeds extremere pranks uit te halen. Ik ben Code Flamingo. U bent geprankt door Code Flamingo. Hij schrok zich echt helemaal kapot. De stress. Bij een prank kan veel fout gaan. Dan kun je natuurlijk je video uploaden en zeggen, prank gaat mis. Maar ja, wie zou daar nou op klikken? Het is belangrijk om van tevoren je prank goed uit te denken. Dus maak een plan van aanpak. Jongens, ik heb een masterplan uitgewerkt. Moet je kijken. Ik heb ervoor gezorgd dat ik een soort van laag beton heb ontwikkeld. Die precies zwaar genoeg is dat die van deze hijskraan naar beneden kan vallen op dit stipje. Alleen hij valt niet op de persoon, de betreffende persoon, maar hij valt ernaast zodat de persoon schrikt. En de persoon die schrikt dan nog een keer, want er staat een tuinkabouter in zijn zicht. En daardoor is hij zo mentaal beschadigd dat hij naar een psycholoog gaat. Dan zoeken we uit naar welke psycholoog die gaat. En voor de ingang leggen we dan een bananenschil neer. En als hij dan naar buiten komt, dan glijdt hij uit. Ik ben zo trots. Dit is mijn baby. Les cuatro. Prank een heel belangrijk persoon. Dan zul je zien dat je prank door veel mensen wordt opgemerkt. Beste meneer Rutte. Gisteravond was Tantoe hard. Wanneer gaan wij weer, Loesoe? PS, ben je nog brakka? Hey koning! Hey Alex, er zit een vlekje op je shirt. Een vlek op mijn shirt? Ja! Les Cinco. Ga voor die ultieme opperprank. Nou jongens, daar gaan we dan. Dit is de Twitter-account van Tjeerd Wilbrink. Dit is het Twitter-account van Kleine of zo. Nou, in ieder geval. Hey Lil, ik keek naar je videoclip vakantie, maar moet je niet alweer naar school? En dan nu onze favoriete NOS-presentator. Hey, hoe is je leven? Nu maar wachten op antwoord. Ik heb gereageerd. Wow, moet je kijken wat hij zegt. Wow, dat ga ik echt niet allemaal lezen. Wow. Nee, grapje. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in je leven. En natuurlijk een bonus tip. Vergeet niet uit te leggen dat het een prank was. Dan kun je er samen hartelijk om lachen. Ik sta hier, man. Hey. Hey, weet je nog van zo net dat ik je prankte door je ogen te beschadigen? Sorry daarvoor. Nee! Kiel, dat was gewoon een prank, broer. Wil je alles weten wat je moet weten om iemand te pranken? Hier is wat huiswerk. Maak een video van jouw eerste prank en zet hem op onze Facebookpagina. facebook.com/passievruchten. We zien het met plezier tegemoet. Heb je ook zo genoten van deze video? Neem je mijn tips ter harte? Geef dan een like of abonneer. En voor al mijn andere geweldige advies, daarom.
tot volgende week, jongens. Hoi, man. Ik dacht, wat staat er voor een raar figuur? Ik denk beter. Ga maar.